dat je weer komt kijken bij een filmpje van Renske Creatief. Nou, ik werk regelmatig met veiligheidsoogjes en ik heb een hele mooie goede kwaliteit binnengekregen die echt heel mooi is. Dat zijn doorzichtige veiligheidsoogjes met een pupil. Nou, ik heb ze in verschillende maten, ook in kleiner. En kattenoogjes. Oh, hier zit het beschermfolietje nog op. Kattenoogjes. En ik vind het heel leuk om ze te kleuren. Nou, het kleuren doe ik met glitternagellak. Je ziet hier de verschillende kleurtjes die ik heb. En ik ga laten zien hoe ik dat doe. Nou, ik heb gekozen om nu een paarsige te doen. Ik leg dit even allemaal aan de kant. Dit zijn hoge kwaliteit oogjes met goede ringen. En die zijn in Nederland ook goedgekeurd. Wel adviseer ik nog steeds om veiligheidsoogjes niet te gebruiken onder de 3 jaar. Omdat ze ook kunnen breken. En ja, ik wil altijd risico's tegengaan. Nou, wat ik doe is dat ik het oogje pak. En ik pak de nagellak. En ik ga aan de binnenkant een voorzichtig lakken. En de lak mag er best dik op zitten. Als die iets naar voren gaat, dan wrijf ik het eraf. Dus mijn vingers zitten altijd helemaal onder de nagellak als ik dit gedaan heb. Dan draai ik hem iets. En hier kan je alle soorten nagellak voor gebruiken die je wil. Eventjes de randjes weer mooi schoon vegen. Ik wil natuurlijk wel mijn oogjes mooi houden. En dan heb ik een heel mooi glittertje achter het oogje. Nou, ik ga de andere kant ook doen. Ik laat ze nu even drogen. En dat doe ik bij de andere kant ook. Of het andere oogje ook, moet ik het wel goed zeggen. Uitkijken dat je geen nagellak op de buitenkant van het oogje krijgt. Krijg je dat wel er even snel afvegen. En dan heb je hele mooie oogjes die net wat anders zijn. Nou, ik ga ook nog een kattenoogje laten zien. Deze laat ik drogen. Die ga ik gebruiken voor een leuk nieuw project die ik ga haken. Nou, ik heb hier ook kattenoogjes. Die vind ik zelf ook wel echt fantastisch. En die ga ik bruin maken. Dit is de donkere bruin. Nou, dat doe ik weer op dezelfde manier. Als je het niet donker genoeg vindt, kan je ze laten drogen en dan kan je het nog een keertje doen. En je kan natuurlijk ook even nagellak gebruiken, maar ik vind zelf die glitters echt wel fantastisch. Nou, even het van de zijkanten afvegen. Kijk eens hoe mooi. Hele mooie bruine oogjes heb ik nu. Nou, die laat ik ook nog even drogen. En dan maak ik de andere ook nog even. Dan heb ik weer een setje. Wel dik genoeg het erop doen. Even checken dat het niet aan de voorkant zit. Als ik een hele serie oogjes heb gedaan, kijk, dan zitten mijn handen er heerlijk onder. Maar ja, dat maakt mij niet uit. Kijk eens hoe mooi. Ja, ik vind het helemaal leuk. En dit kan je dus ook met verschillende maten doen. Ik heb hier kleinere oogjes waar je het mee kan doen. En ja, het zijn gewoon echt hele mooie kwaliteit oogjes. Als je wil weten waar je de oogjes koopt, kijk dan eventjes hieronder dit filmpje. Daar zal ik een directe link naar de oogjes plaatsen. En de nagellak heb ik gehaald bij de Kruidvat en bij de Ethos. Deze is van de Kruidvat, geloof ik.
Oh nee, die is van de Ethos. Ik had er ook eentje van de Kruidvat. Oh, deze. Deze is van de... Nee, die is van de Ethos. Deze is dan van de Kruidvat. Nou ja. Eentje is van de Kruidvat. En de rest is van de Ethos. En ja, dit zijn de kleurtjes die ik heb, die ik gebruik. En ik vind ze zelf echt super mooi. Het geeft je werkje net een, net een extra leuke finishing touch. Nou, ik wil je weer bedanken voor het kijken. Ik ben heel benieuwd of je dit ook gaat proberen. En tot de volgende keer!